Het is vrijdagavond, Big Rivers 2018. En we gaan een avondje en een nachtje op stap met Juno, de nachtburgemeester. En Juno, wat verwacht je ervan? Ik verwacht jullie te laten zien waarom Dordt zo geweldig is. En eigenlijk waarom ik gewoon een groot fan ben van mijn eiland. Dus ga lekker mee, gaan we lekker stappen. Gaan we doen. Waar is Juno? Als jij het weet, weet ik het ook. We zijn hem kwijt. Nee. Ja, welkom in Dordt eigenlijk. Je hebt hier vaker gestaan, denk ik. Voelt het al een beetje als thuiskomen? Nou ja, wat ik zei, ik vind het hier hartstikke prachtig. Ik heb Dordt heel mijn leven gezien, want we hadden een schilderij thuis. En dat was het aanzicht van Dordt. Het was wel in de middeleeuwen, maar toch. Welk aanzicht? Vanuit de haven zag je de toren staan en daar zaten wat twee boten bij. Heerlijk, geweldig. Ja, ik weet niet precies waar, want ik kom hier niet vandaan. Maar het is gewoon een oude, het zag eruit als een oude stad. Net zoals Middelburg, Veerik en zo. Maar wat zouden we kunnen doen om je meer thuis te laten voelen de volgende keer als je hier komt? Niks eigenlijk. Ik vind het publiek altijd wel prima. Heerlijk? Ja, ik vind alles goed. Geen Dixies, dat is het enige. Geen Dixies? Nee, ik heb een teringhekel aan Dixies. Ja, nee, ik ken dat wel. Ik vind het zo vies. Als je nog net even moet plassen voor het optreden en dat je dan zo op de keutels van een bouwvakker even moet plassen, dat vind ik heel moeilijk. We zijn 3 uur verder en we zijn nog steeds hier nu aan het zoeken. Heb je eindelijk gevonden? Ik was heel veel bij Danny. Danny Vera. Wat ook lekker is, dames en heren. Juno, zit er wel tussen. Wat? Zit er een leuk ding? Ja, ik heb net Kylie Minogue aangegeven. Mag ik Kylie nog even terug? Ik heb een single. Oh, de hoes, heb je de hoes? Kijk, ik vond Kylie Minogue. De Locomotion. Gaan kopen. Nee, het is niet te kopen. Hij draait ze. Hij komt zo meteen. Hij komt naar Peter Black. Zal ik het vragen? Ja. Heb je The Time met Jungle Love? Was het toch? Ga je kijken? Heerlijk. Dat is echt... Ik ben echt een kutnummer dit, heerlijk. Echt, ik kan me niet herinneren dat ik ooit dit heb aangevraagd, maar nu wel. Je houdt van foute muziek. Nou, ik weet niet. Kijk, het gaat hier, gaat gewoon, het gaat. En die mevrouw begint ook. Ja. Helemaal heerlijk. Nou, stoer het niet. Je wil nog zoveel voor te geven. Rijden we al, Juno?
Nee. Ik heb geprobeerd te starten, maar we hebben geen sleutel. Wat een teleurstelling, hè? Heel teleurstellend dit. Ja, ik had graag gereden. Moet je voorstellen, alle gemakken van dien. Dat we zelf gewoon een pool-up kunnen gooien ergens. Gewoon skut, denk je. Hoppakee. Ja, vermaken we ons eigenlijk? Wat vind jij er nou van? Heb jij het naar je zin? Ik vermaak me tot nu toe heel erg goed. Ja? Ja, ik ook wel. Ik vind het eten echt, dit jaar is het nog beter geregeld. Ik vind het wel, ik heb net Danny Vera gezien, dat was leuk. Ik was net bij Danny Vera. Zag een oude vrouw, maar die stond een foto te maken en dat ging helemaal nergens over. Die oude vrouw die stond achter die box en zo en hij was half zichtbaar. Dus ik zeg tegen een vrouwtje, joh, kom mee. Nog nooit gezien, ik weet niet eens wie het is. En ik zeg, joh, ga voor het podium staan. Ja, stonden mensen de weg, dus ik zeg, joh, move. En ik vervolgens met een vrouwtje samen zo'n foto genomen van Danny Vera. En hij denkt waarschijnlijk dat mijn oma is. Maar ik heb die vraag, ik weet niet eens wie het is. Oh, baby, I'm a type of juice. I wanna make it this so rougher. I still wanna go back. Oh, baby, I'm a type of juice. Come on. Come on. Nou, wat als gedaan? Dat doen ze ook altijd in de horeca, dat heb ik gezien. Heb je dat geleerd, ja? Nee, ik heb een dag in de horeca gewerkt, man. Ik was ijs verkopen. Ik stapte niet door kassen werken. Ja, alles gaat alles weg. Nee, ik ga alles weg. Oh ja. Anders krijg je grotere kettingen, dus dat denk ik gewoon nog meer. Ja. Dat is een beetje de hele uitspraak. Ja. Nee, ik had deze gewoon kopen en ik vond deze goud. Dus vandaar dat ze zo groot zijn. Ja. En ik kan die grote ballen bevestigen. Ik kan die grote ballen bevestigen? Ja. Heb je nog iets te melden? Oh, nee. Even een harde voor alle harde mensen in de house. Dokter, ik had een paar vragen voor je. Waar ben je een dokter in? Ik ben een dokter in de menselijke genezing, onder andere. En ik ben ook rechter en we hebben een aantal titels. Maar ik ben je, dokter Justice slaat dus ook op dat het feit dat je rechter bent. Dat klopt. Dat is het Justice gedeelte. Hoe lang heb je over al die studies gedaan? Ja, heel kort. Ik ben snelle leren. En ik heb een tijdje spionnenwerk gedaan, dus dan moet je een beetje van alles doen. Dus veel bluffen, maar dat gaat me goed af. Kan je mij een geheimpje vertellen? Een geheimpje? Ja, vertel me eens een geheimpje. Ik ben niet echt een dokter. En reis je altijd met een pak van wild aantrekkelijke vrouwen, zoals Gaddafi? Of, ja, dat is wel een beetje de way to go, zeg maar. Dat is wel een beetje, dat houdt het al gezellig op tour, weet je wel. Lonesome Nights, rock'n'roll, nou, keep it up. Hoe heb je Lonesome Nights als je constant met vier vrouwen in de weer bent? Nou ja, daar was dus, eerst was ik zonder vier vrouwen. Dat was lonesome. En nu ben ik niet lonesome meer. Hè? Oh. Gezellig. En wat vind jij van de dokter? Ja, woest aantrekkelijk natuurlijk. Ja,
Het is moeilijk om me concentreren op de zang. Dus, ja. En ben jij studiegenoot van hem of hoe ben jij hem tegen het lijf gelopen? Ja, dat was op een missie in IJsland. Ik runde daar een bordeel. Dat liep niet zo goed natuurlijk in IJsland, dus ja, de dokter heeft mij gered en nu zit ik in deze band. Iedereen weet het over IJslandse bordelen natuurlijk, maar wat deed jij in een IJslands bordeel? Ja, ik was undercover, maar daar mag ik niet te veel over zeggen. Dus, ik kan me voorstellen dat je onder de covers bent dat je in een IJslands bordeel. Wat zijn je plannen voor de toekomst? Plannen voor de toekomst is we gaan fucking veel festivaletjes doen, fucking veel gezellige showtjes, kom lekker kijken. En we hebben EP'tjes die we gaan droppen. We hebben nog meer, er komen twee EP'tjes aan. Japan is het ultimate goal. Are you ready to fuck shit up? Alright, here we go. Yeah. Fuck shit up! Ik denk dat ik nog nooit bij een band ben geweest waar zoveel bandshirts werden gedragen van die band. Het is volgens mij Iron Maiden en jullie. Ja, en dat is bizar. Metallica en ons en een van de rare Mexicaan. Maar waarvoor denk je dat het is? Omdat de mensen in Dordt gewoon weten wat entertainment is. En daar zijn ze gewoon, ik wil niet zeggen happig, want dat is negatief, weet je wel. Maar ze vinden het zo leuk en wij kunnen ze dat geven. En dat is het. Sta je naast iemand en je wilde wat zeggen? Ja, ik wil zeker nog even de groetjes doen aan mijn vader en moeder. En iedereen, heel fijn weekend. Het is echt super gezellig hier. Fuck it out! Zo even nog naar de afterparty, maar Juno, wat vond je van Big Rivers op de vrijdagavond? Ik vond het geweldig. Ik denk dat dit een complete aanwinst is voor Dordrecht. En ik denk dat dit feestje nog lang doorgaat, dus laten we maar beginnen. Doen we. En tot snel. Gaan we zeker doen. Jongens, wat vinden jullie ervan? Ja, het is tot nu toe is het vrij gezellig. De sfeer is gemoedelijk. En ik vind dit echt een heel saai antwoord. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ik praat ook een beetje eentonig en saai. Maar desalniettemin heb ik het volledig naar mijn zin hier. Ook al laat het al misschien niet zo goed blijken, maar nee, ja. Gewoon leuk, ja. Als je echt een concreet antwoord op je vraag wilt hebben. Heb je het ook zo naar je zin? Of? Zoals in Amsterdam zouden we zeggen. In Amsterdam? We zitten hier in Dordrecht. Geniet om. Oké. Na de zomer zijn we terug met een nieuw programma. Juno is er ook weer bij, ik ben erbij en nog een aantal anderen. En dat gaat zeker weer leuk worden. De groeten!